Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren het startsein gegeven voor de bouw van het scholencomplex te Hannover in het district Para. Het complex komt te staan aan de DC Boutersche Highway en wordt een schoolcampus voor secundair onderwijs. Dit project zat al in de pijplijn van de vorige regering, maar heeft door onvoorziene omstandigheden geen voortgang gevonden, zeggen zowel NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis van Para als vicepresident Ronnie Brunswijk. Volgens Ignaas Ahmad Ali, ingenieur van Fairali Designs, die de directievoering van het project doet, wordt op de 160.000 vierkante meter grond een multifunctioneel complex en campus opgezet. Met daar 35 gebouwen die we geprojecteerd hebben met een totaal oppervlakte van 25.000 vierkante meters. Waarbinnen wij 3 scholen, 16 shelters. Shelters zijn dan de verblijven van de leerlingen die op dit moment elke dag urenlang op en neer reizen vanuit het binnenland naar hier. We hebben verder een dekanaat, een managementgebouw. Er is een mall, er is een EHBO-post die daarna aan de gemeenschap wordt overgedragen. Er zijn laboratoria, 16 in totaal. Er zijn sportvelden die er komen, voetbal, basketbal, volleybal. Maar ook een zwembad, het eerste openbare zwembad dat Para zal hebben. Het district met ons een van de meeste recreatieoorden die we hebben. Denkt u aan de voordelen die we met z'n allen kunnen hebben daaraan? Een project waar we nu al kunnen stellen dat het een project is met de meeste moderne geavanceerde systemen aan onderwijs en aan complex wat we in Suriname hebben. Ik durf bijna te stellen voor de regio. Volgens onderwijsminister Marie Levens kan er geen prachtig en modieus gebouw worden opgezet met een ouderwets curriculum. Die twee dingen gaan niet samen. We hebben de trend gezet voor vernieuwend denken en een vernieuwd curriculum. De trend gezet voor ondernemend denken en probleemoplossend denken. Er is al veel materiaal aangeschaft, multidimensionaal materiaal, nieuw leermateriaal. De boeken worden straks gedrukt, maar we hebben ze eerst moeten ontwerpen. En we hebben het niet alleen gedaan. We hebben het gedaan met internationale deskundigen en we hebben het vooral gedaan met onze eigen leerkrachten die intensief met ons hebben gewerkt aan dat nieuwe curriculum. En boeken zullen worden gedrukt. $2 miljoen. We kunnen niet anders dan het curriculum veranderen. De werkelijkheid in Suriname ziet er steeds anders uit. Olie, gas, nieuwe vormen van energie, toerisme. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren bij het start zijn voor de bouw van het scholencomplex voor secundair onderwijs te Hannover in het district Para. Als eerst moet het schoolgebouw al in september worden opgeleverd. De rest van het complex, waaronder een internaat en een medische post, zullen daarna worden opgezet.